hartelijk welkom op CBS de Buzekamp. We willen u graag laten kennismaken met de school. Ja. Gaat u mee naar binnen? Onze school is een kleine christelijke basisschool van ongeveer 50 leerlingen in het mooie Bad Schutsloot. Door deze kleinschaligheid kunnen we veel aandacht aan de kinderen besteden. We hebben nauw contact met alle inwoners van het dorp. Elke dag beginnen we met lezen in ons leesboek. De juf heeft dan tijd om extra hulp te geven aan leerlingen. Na het lezen is de dagopening met zingen, bidden en een mooi Bijbelverhaal. Nou, dit is de map. Heel groep 7-8 heeft er een. En hier staat in wat je moet doen 's ochtends en of je hulp nodig hebt en hoeveel fout je hebt en of het, hoe het ging mag je hier neerzetten. En ook wat je doet op de computer. Het is handig omdat je het dan niet aan juf hoeft te zeggen en ze hoeft het niet uit te leggen. Dus dan kan je gewoon heel zelfstandig beginnen en dat is ook wel goed. Dat moet je leren. Pompom is voor de kleuters erg belangrijk. Samen met de letter- en cijfermuur helpt hij de kleuters met de voorbereiding op het leren lezen en rekenen. Op het takenbord kiezen de kleuters welke taak van de weektaak zij vandaag gaan doen. Wist u dat we zelfs al Engels leren aan groep 1, 2 en 3 met een echte Engelse juf? We hebben sinds dit jaar ook peuters op school. Gaaf joh! Na samenspelen leren ze ook leuke liedjes en nieuwe woorden. We leren van de juf al heel snel zelfstandig te werken en problemen op te lossen. Binnen onze school is veel aandacht voor individuele leerlingen met een extra hulpvraag. Onze IB'er, meester Michiel, overlegt met de leerkrachten. In de pauze spelen we lekker buiten, waarbij de pingpongtafel en de ballen favoriet zijn. Dit is groep 7-8 en iedereen zit nu op rekentuin, andere soft en mat. Wij hebben geen rekenboeken meer, maar we rekenen met tablets en rekenbladen. Rekensommen oefenen we spelenderwijs met de rekentuin. Je kan hier zo spelletjes doen en je kan aanvinken wat je hebt gedaan. En als je je doel hebt gehad, dan kun je het aanvinken en dan kan je het zien. Ik vind op de computer werken fijner, want dan kun je je eigen sommen kiezen en je eigen volgorde. En dat is fijn al in een lesboek, want dan moet je gewoon de volgorde van het lesboek aanhouden. Het is erg leuk om hier naar school te gaan.